YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe praatvideo, microfoon, ja, een telefoon. Het was weer een kutdag op school, ik dacht holy shit, ik kom thuis, maak YouTube filmpje, edit die, zet die online, ja, let's go. Eigenlijk al weten, ik ben getagd door Joey Craig. Tekst het kanaal in de beschrijving om de Ultimate YouTuber / Tease Challenge te doen. En dat is dus een video maken over YouTubers die ik kijk. Dus gewoon in een video leuk melden aan jullie welke YouTubers ik kijk, volg, elke dag eigenlijk wel check. En naar welke YouTubers ik opkijk. Ik vind deze challenge super origineel en had natuurlijk ook zin om hem te doen. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Allereerst, ik nomineer Unagis, a.k.a. Ryan, om dit ook te doen. Channel staat ook in de beschrijving. Ryan, upload dit zo snel mogelijk. YouTubers die ik kijk, challenge, let's go. Wanneer ik begin, wil ik eerst even duidelijk maken dat je eigenlijk een paar groepen hebt van YouTubers die ik kijk. Allereerst heb je YouTubers die ik kijk, waar ik naar opkijk, dolen zijn, supergoeie video's maken en waar ik alleen maar van kan dromen. En dan heb je ook YouTubers die eigenlijk vrienden zijn geworden, waar ik eigenlijk gewoon naar kijk. Deels omdat ik hen supergoed vind, deels om hen te steunen en deels gewoon omdat ze gewoon YouTubers zijn die ik ken. En als je dan een video kijkt van hun, is dat zo leuk. Er zijn er ook nog enkele andere YouTubers die ik volg, maar jullie komen het allemaal wel te weten. Laten we beginnen. De allereerste YouTuber die ik volg elke avond in mijn bed. Ja, je raadt het wel. Enzo Knol. Enzo Knol is echt de YouTuber die mij inspireert, die mij motivatie geeft, waar ik elke avond lekker naar uitkijk om naar zijn vlog te kijken. Ik geniet elke dag van zijn vlog en je kan nu zeggen, oké, zijn vlogs beginnen een beetje minder te worden. Zijn vlogs worden niet minder. We worden gewoon een beetje gewend wat hij doet. Hij doet niet elke dag iets speciaals. Hij heeft ook niet zo'n hyper, super chill leven. Hij filmt elke dag met de camera wat hij doet. En sommige dagen is dat misschien een beetje minder. Andere dagen doet hij dan super epic dingen. En zijn video's zijn gewoon top kwaliteit. Nice geedit. Vette shit. Dus Enzo Knol, ik denk wel jullie allemaal kennen. Dikke vet knolpower. Enzo Knol, ja, is gewoon deel van mijn leven geworden. Dan hebben wij op de tweede plaats Road to Shaw. En eigenlijk plaatsen zijn er niet echt gewoon YouTubers die ik kijk, oké. Road to Shaw volg ik al heel lang en het is door iets heel dom dat ik hem volg. Een vriend kwam 2 jaar geleden of zo op mijn kamer en die zei, hey, holy shit, check dat channel. Ik tikte Road to Shaw in W2S en ik begon video's te checken van hem. Ik was niet zo into FIFA, maar door die dude ben ik FIFA beginnen spelen en shit. Heb ik FIFA 13 gekocht, heb ik FIFA 14 eigenlijk overgeslaan en heb ik nu weer FIFA 15 gekocht. Road to Shaw, echt super epic video's. Ik lach me elke keer gewoon, ja, de kanarie. Video's zijn super hilarisch, dan elke keer als KS en haat op wat Road to Shaw doet. Gewoon fucking epic. Road to Shaw, echt. Hij is gewoon de FIFA king. Ik kijk liever Road to Shaw dan KSI. Ik kijk meer Road to Shaw dan KSI. No hate naar de KSI fans. KSI is ook goed. Maar ik kijk Road to Shaw gewoon, ja, elke avond. Als hij een video heeft geüpload natuurlijk. Dan nog iemand die ik elke dag kijk. Of ja, als hij geüpload heeft. Is Gekke Markie. A.k.a. Mark van Smoor. A.k.a. Mark Hoeks. Super epic channel. Challenge channel. Ja, hij doet gewoon super epic shit. Hij doet leuke challenges op Smoor. Ja, Smoor is nu niet echt meer zijn kanaal. Maar Smoor en Gekke Markie volg ik allebei. Gewoon twee fucking epic channels. Ik vind Smoor als Gekke Markie gewoon een van de beste challenge, prank ding channels van daar. Ja, van België, Benelux ding. Mark woont natuurlijk ook in hetzelfde huis als Enzo. Vind ik gewoon super epic. Kijk, Mark, Gekke Markie, Smoor. Gewoon altijd leuke video's van hun pranks. Ja, ik krijg hem altijd fucking aan het lachen. En daarom gaan hun video's ook. Dus Gekke Markie, Smoor, zeker uitchecken. Nog een channel die ik super hard volg, maar echt, als hij uploadt, zijn dat altijd de beste video's die ik vind, is Fifflosophy, a.k.a. Matty. Hij maakt FIFA-video's op zijn manier. Super speciaal, super nice, gewoon echt. Ik lach me elke keer dood met de tussenfilmpjes die hij gebruikt. Interviews met bekende mensen, echt waar. Hij heeft gewoon een nieuwe manier van FIFA-video's in de wereld geschopt. En echt waar, een dikke shout-out naar jou, Matty. Je kijkt deze video waarschijnlijk niet, maar oké. Video's inspireren mensen zo hard. De manier waarop je ze brengt, de manier waarop jij praat, echt. Fucking epic FIFA YouTuber. Zeker uitchecken als je hem nog niet kent. Fifflosophy. En dan zijn we eigenlijk aangekomen bij de tweede kolom. En die is eigenlijk een beetje de vrienden, zoals ik zei. De mensen die ik uitcheck omdat vrienden zijn, omdat ze goed zijn. Dus ja, laten we daaraan beginnen. Oké, ik ben net gaan eten, want mijn mama riep mij. En dus ja, laten we eraan beginnen. Ik ga hier snel doorvliegen bij sommige iets zeggen. En dat gewoon, ja, doorratelen. Dat we er niet te lang aan gaan zitten. Op de eerste plaats heb ik natuurlijk Unagis. Unagis volg ik al. Ja, ooit keek ik ook naar hem op. Was het ook van holy shit.
shit, ooit ga ik ook wel zo goed zijn. Nu zijn we gewoon beste vrienden. Super chill dat hij doet zo goed overeenkomt met me. Super chill dat we amazing dingen meemaken. Tweede plaats, Quinten, a.k.a. Pof. Heb ik al een hele video over gepraat. Chillen doet, hetzelfde als Ryan. Gewoon super goede vrienden mee geworden. Dan hebben we Alex. Olex heeft nu 1 channel in plaats van Olex Plays. Olex ook super droog doet. Geweldige video's. Spreek ik ook enorm veel mee af. Gewoon goede vriend. Dan hebben we Repsai. Repsai, ja, eigenlijk hetzelfde als die andere drie. Gewoon goede vriend, chille guy, vette dude, coole chille guy dude. Spreek ik ook veel mee af. Eigenlijk niet veel, maar ik skype er wel veel mee. Gewoon chille guy, vette video's. Dan hebben we Joey Craig, maar mijn nigga, de nigga boy. De fucking vette dude. Gewoon, ik deed hem na in mijn vlog, zo is hij. Hij is droog, hij maakt irritatievideo's. Fucking vette FIFA video's. Dan hebben we Tease Games. Ja, gewoon Tease fucking, ja, de big guy. De goede dude, de vette dude die mij subs heeft gegeven. Echt dikke shout-out naar Tease voor die subs. Dan hebben we It's Dennis, for fuck's sake. Chille Dennis, coole Dennis. Maakt video's zonder intonatie. Maar houd toch jullie geweldig. Ja, Dennis is gewoon een vette dude. Heeft te veel YouTube experience. Heeft te veel knowledge over YouTube. Hij is gewoon ja, een ervaren kiddo. Dan hebben we Casper, a.k.a. Kastiop. Kastiop gewoon ja, een vette chille dude. Hij is ja, de guy. Hij is de Belgian proud. Hij is gewoon ja, een van de beste. Hij is de man met het 30-20k'tje. Maar ja, Kastiop ook dikke shout-out naar hem voor de subs die ik van hem heb gekregen. Dan hebben we Gio van Gameplay World XL. Gameplay World XL. Vette video's. Is de enige YouTuber waar ik graag naar kijk als hij Sims speelt. Hey, houd het gezellig. Hij heeft de super hotte zus. Hey, ja, hij is gewoon, ja, Gio, de man die het kan. Dan hebben we Mjaarten. Ja, Mjaarten is ook gewoon zo'n FIFA-guy waar ik graag naar kijk. Hoe je doet, vette video's, epic shizzle man nizzle. Dan hebben we nog Anti-Vehicle Squad. Miguel natuurlijk, supergoeie YouTuber, verdient veel meer subs. Is supergoed bezig, Miguel, dik shout-out naar jou. En dat zijn denk ik zo wat de YouTubers waar ik echt naar kijk. Elke video. Als ik iemand ben vergeten, wow, dat betekent niet als ik je naam niet heb gezegd dat ik je niet kijk. Hola, ho, hola. Oh, oh, hola. En dan zei ik dat er nog een paar speciale dingen waren. En dat zijn eigenlijk channels waar ik naar kijk, maar niet elke video van kijk, maar een gepaard gedeelte kijk. Dus er eigenlijk maar een paar keer per week op kijk, om dan effectief die video te kijken. Dus ik kijk er niet elke dag op, maar wel zo om de paar dagen. En dat is Dagelijks HD, dus David Games, Game Portaal. De drie grootste community channels, denk ik, van Nederland. Dagelijks HD kijk ik dan meestal voor de video's van Milan, Horror Zondag, en de Road to Golden Cup Challenge met Matty natuurlijk, Fifth Philosophy. Milan volg ik al zo fucking lang. Ja, Milan is gewoon een held. Hij heeft fucking veel YouTube knowledge. Hij is gewoon king. En die andere twee series die ik volg, ja, gewoon epic. Dan is het ook het gameportaal waar ik soms een keer op kijk. Niet echt iets volg, maar gewoon een video's goed vind. En dus David Games, natuurlijk gewoon The Kingdom die ik altijd volgde. En ook gewoon wat random video's die ik wel eens aanklik om er naar te kijken. En dat zijn zo wat de YouTubers die ik kijk. Als YouTuber heb ik zelf natuurlijk ook niet echt tijd om uren te kijken naar YouTube-video's. Eigenlijk doe ik het wel. Oké, busted. Maar ik hou van YouTube. Het is ja een hobby die ik super leuk vind, die ik leuker vind dan andere dingen. En ik doe het gewoon super graag. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vette video vonden. Als jullie de andere challenges van andere YouTubers nog niet hebben gezien. Joey Craig heeft ook eentje gemaakt. Gio van Gameplay World XL heeft ook een gemaakt. Tease Games heeft ook een gemaakt. Mjaarten heeft ook een gemaakt. Ga hun channel zeker checken. En binnenkort, Ryan, als je deze video kijkt. Ja. Maak ook maar alle video. Ja. Dus Unagi's channel ook zeker in de gaten houden. Ik ben Acid. Dit was de YouTuber tag. Ik zeg adios. Mensjes, press die like. Ik ben Acid. En ik zeg adios. Bitches.